Power couple, we hebben er al best wel veel van voorbij zien komen op TikTok. Er zijn 7 koppels die samen met elkaar strijden om de titel van Power couple 2024. En het rommelt een beetje in het huis. Ja, ik heb ook gezien dat er wel zeg maar wat voor figuren er bij elkaar zijn gezet. Dus ik denk dat, ja, zeg maar, dat het wel een beetje onrustig kan worden. In ieder geval mensen met een sterke mening, denk ik. Oké, laten we gaan kijken. Ja. Wel eiwitjes vandaag, hè? Eiwitjes hoog. Eiwit hoog. Juist. Het is wel belangrijk dat er voldoende kip komt en rund en vis en kwark en zo. Tuurlijk. Om alles een beetje... Anders gaan die armen straks weer. De shape down, zeg maar. Zo dit? Oh, lekker. Hij zit er wel, hoor. Kijk, daar zit hij al, hè. Luister, jongens, altijd als ik kook, ik kom aan tafel, hij heeft het gewoon al op, hè. Mijn moeder zei vroeger tegen me, nee, je moet je eten niet koud laten worden. Dus toen dacht ik van, ja, ik begin maar vast. Toen zat ik in mijn eten aan tafel. En toen dacht ik, was het ook een beetje van, ja, is het nu wel goed of niet? Maar ja, ik denk, ja. Hij schat, met alle respect, die zit echt 5 stukjes kip, zeg maar. Hier, kom, kom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dokter, laat eerst maar zo doen dan. Nou, doe het niet zo lullig. Oh. Wat vinden we hiervan, Jules? Ja, wat vind ik ervan? Oh, shit, ik begin helemaal te spugen. Ja, wat vind ik ervan? Ik vind het wel onaardig, maar ik heb ook het idee dat deze mensen gewoon juist gecast worden omdat ze dus dit soort dingen zeggen. Ja. Ze zijn lekker hun eigen mening aan het doordrukken. En dan vind je kip met pesto niet lekker. Nou, dat, zeg maar, dat eet toch letterlijk iedereen. Ik wou net zeggen, daar kan toch niet zo heel erg veel aan fout gaan, zou je zeggen. Maar ja, zij zegt ook al, zo doet hij thuis ook altijd. En ik heb gehoord dat zij nu dus uit elkaar zijn. Nou, dat is het, denk ik. Ja. Maar ja, echt, als mijn vriend dat zou doen, kom je zitten en hebt het al op. Maar vooral ook dat gezeik om die stukjes kip. Dat je denkt, als je het zo goed weet, dan is het daar de keuken. Dan ga je het nog even lekker zelf doen. Weet je wat ik altijd zeg? Nou? Als je niks aardig kan zeggen, zeg dan gewoon niks. Nou, maar dan heb ik geen programma meer, denk ik. Dat is wel hoor. Ja, nou ja, ik vind het een... Het ziet er naar uit dat dit een beetje het begin is. Want het ziet er nog redelijk gezellig uit. Maar ik denk dat het dat nog wel eens zou kunnen. Vond je dit gezellig eruit zien, ja? Ja, ze zaten te lachen lekker met z'n allen. Ja, ik voelde ook een beetje als zo'n ongemakkelijk lachje. Zo van, wat zegt hij nou? Ja. Gaat hij nou echt nu... Wat zou jij doen als jij met allemaal stellen in een huis zit en jouw vriend zegt dit waar iedereen bij zit? Nou, ik zou toch ook wel even met hem praten van luister, dit is een wedstrijd. Hè? Ik denk dat we misschien niet gelijk al zoveel vijanden moeten gaan maken. Ja, nou ja, en dat jij je kip moet eten en dan bak je toch gewoon een stukje kip erbij. Ik ben het helemaal met je eens, Joe. Ik hoop dat Annabel iemand vindt die wel wacht met eten. Ja, ik wou niet zo, die niet zo zijn over de kip. Inderdaad.